en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En dit was alweer de derde video in de serie Everyday Vegan in 30 minuten. Waarin ik een van de nieuwe recepten uit mijn boek maak met een leuke gast. En vandaag gaan we een super lekker en makkelijk snackrecept maken. En het zijn volkoren homemade tortillas met een heerlijke eiwitrijke dip. Ik heb een hele leuke gast vandaag. Iemand die ik al heel lang volg op social media en die echt sky high is gegaan. En ook net zijn nieuwe boek heeft gelanceerd. Kom maar in beeld. Hi, goeiedag. Ik ben Leroy, online voedingsdeskundige. Online actief als voedingsweetjes. Ja, en Leroy heeft dus ook net zijn boek gelanceerd. Maar in plaats van alleen over voeding te praten, gaan we vandaag ook lekker een recept maken. Ben benieuwd. En deze vind ik dus helemaal bij jou passen, want heel vaak als ik online kijk, dan zie ik heel vaak volkoren, alles moet volkoren. Ja, ja. Maar vandaag gaan we dus volkoren wraps omtoveren in heerlijke tortilla's. Nou, het belangrijkste ingrediënt voor de homemade tortillas zijn natuurlijk de volkoren wraps. Ik geef ze even aan jou, want jij bent volgens mij de kenner. Volkoren expert. De wrap volkoren expert, dus vertel. Ja, volkoren is eigenlijk bij graansoorten de gezondste keuze, dus ook bij wraps. Kijk altijd naar het eerste ingrediënt, zie je dan volkoren tarwemeel staan, dan heb je eigenlijk een topproduct te pakken. En je kan ze eigenlijk van elk huismerk kopen, het maakt niet zoveel uit welke je koopt. En ik vind ze zelf, moet ik ook heel eerlijk zeggen, altijd lekkerder. Want ik vind dat witte gewoon van bloem. Er zit ook meer smaak aan, denk ik. Ja, dus dus die gaan we dadelijk omturnen in de tortilla's. En het enige wat je dan verder nog nodig hebt, is olie en wat kruiden. En ik vind het zelf heel erg lekker om gerookte paprikapoeder te gebruiken. Sowieso in elke keuken, maar vooral in de plantaardige keuken, wordt dit heel vaak gebruikt om echt in de buurt te komen van smaken zoals vlees. En andere gewoon niet vegan gerechten, gebruik je dat wel eens? Ik probeer wel meer kruiden te gebruiken, ja. Oké, je was eerst alleen... Dat heb ik niet heel veel in... Het is echt hier, moet je maar ruiken. Het is echt heel lekker. Nee, het ruikt wel echt naar paprika. Ja, dus dit gaan we dus gebruiken. Ik ga even een kom pakken. Dan gaan we even de wraps in puntjes snijden. En dan gaan we het mixen. En dan gaan ze de oven in. Ondertussen wil ik jou ook wat vragen stellen, want jouw boek is dus net uit. Mm-hmm. Waarom wilde jij zo graag dit boek maken en waarom moeten mensen deze echt hebben? Ja, mijn boek gaat over de supermarkt en eigenlijk als je kijkt van wat we kopen, of wat we eten, dat wordt voor 75% in de supermarkt gekocht. Dus het is voor heel veel mensen gewoon de plek waar ze hun eten halen. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar het aanbod in de supermarkt, dan is eigenlijk 80% van wat daar ligt valt buiten de richtlijnen goede voeding. Mm-hmm. Dus maar 20% is eigenlijk een gezonde keuze. En voor heel veel mensen is het dan, wat zijn dan gezonde producten? Waar moet ik op letten? En in dit boek leg ik eigenlijk uit waar je op moet letten en waarom dat dan belangrijk is. Ja. En deze tips deel jij natuurlijk ook allemaal online. Ja. Waarin je echt superveel mensen inspireert en helpt. Maar wat maakt het boek dan toch anders dan alles wat je online deelt? Ja, online is natuurlijk, dat merk je zelf ook wel, denk ik. Alles moet tegenwoordig sneller en nog korter. Dus qua informatie kun je natuurlijk maar... beperkt hoeveelheid geven in 20 seconden. En in dit boek kun je net wat meer informatie geven. Ja. Ook wat uitgebreider antwoord eigenlijk. Dat is eigenlijk de aanvulling op wat ik online deel. Maar er komen ook hele nieuwe onderwerpen aan bod. Ja, super tof. We hebben de wraps al in puntjes gesneden. En daar gaan we dan de olie en de kruiden aan toevoegen. En dat mag jij doen als je wilt. Nou, kom ik in actie. Wordt het een soort chips gekantheid? Ja. Oké, de tortillas die gaan zo de oven in en dan maken we een eiwitrijke dip van peulvruchten. En ik ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt, want ik weet jij eet niet volledig plantaardig. Nee. Maar wat is jouw mening daarover en ook over vleesvervangers? Stellen mensen daar ook wel eens vragen over bij jou? Over vleesvervangers wel. En het is natuurlijk best wel een trend tegenwoordig dat minder vlees moet gaan eten. En ik denk zeker een goede ontwikkeling. Maar eigenlijk denk ik de beste vleesvervangers zijn de zo min mogelijk bewerkte producten zoals de peulvruchten. Mm-hmm. En die hebben eigenlijk niet zo heel veel nodig om op smaak te maken. Dus daar ben ik wel echt fan van in plaats van die hele bewerkte kant-en-klare vleesvervangers. Ja. Oké, deze gaan we in de oven doen en dan gaan we die dip maken. Ja. En daar gaan we dus ook die peulvruchten voor gebruiken. Dus ik ben benieuwd wat je daarvan van vindt. Kijk hoor. Oké, die tortilla chips zijn bijna klaar, de dip is al klaar, dus nu is het even wachten. Maar daar wilde ik het ook nog graag met jou over hebben, want er wordt natuurlijk heel veel gedeeld online over voeding, gezondheid, noem maar op. Steeds meer, ja. Steeds meer, ook door steeds meer mensen.
Wat vind jij daarvan en hoe kijk jij daar eigenlijk naar? En waar haal jij je bronnen ook vandaan? Ja, er wordt online ontzettend veel over voeding gedeeld. Wat op zich wel een goede trend is, want ja, mensen zijn steeds bewuster met voeding bezig. Maar het is wel belangrijk om te kijken wie die informatie geeft. En ik vind niet dat je zomaar informatie over voeding en gezondheid mag geven, ja, als je daar niet voor gestudeerd hebt. Ja. En, nou, ik ben zelf diëtist, daar heb je een lange opleiding voor gedaan, dus dan weet je wat waar is en niet. En wij houden ons aan de gezondheidsraad, dus mm-hmm, ook in mijn boek zal ik daar informatie over delen van wat zijn dan die richtlijnen, ja, waar baseren zij zich op, welke onderwerpen of welke onderzoeken zijn gedaan. Ja, dat oh, de tortillas zijn klaar. Nou, dit is dan het eindresultaat van de homemade tortillas met de eiwitrijke dip. Aan jou de eer, jij mag proeven. Het ziet er in ieder geval top uit, dus ik ben heel benieuwd. Smaakt echt top. Ja? Ja. En het is ook nog een super voedzame snack. Dus volgens mij is het en perfect voor mijn eigen boek natuurlijk. Dus een snel recept, maar toch heel erg lekker en voedzaam. En het past volgens mij ook heel goed bij waar jij eigenlijk voor staat. Want het volkoren, is ja, volkoren, het is makkelijk en het is pulvruchten. Pulvruchten, eiwitrijk. Nou. En goed voor smaak. Ja. Succes toch? Ja, zeker. Nou, superleuk. Nogmaals, je kan het recept vinden in mijn nieuwe boek. En nogmaals, vergeet ook niet het boek van Leroy te bestellen, want ik weet zeker dat jij heel veel aan gaat hebben. Thanks dat je er was vandaag, ik vond het heel erg leuk. Ja. Ik hoop dat heel veel mensen jouw boek gaan bestellen. Ja, en natuurlijk dat jullie mijn boek bestellen en het recept gaan proberen. Heb je het recept geprobeerd? Laat het dan even weten hieronder of stuur mij even een berichtje. En volgende week komt er weer een nieuwe video online.